Project voor de warmtecentrale voor Nieuw-Zuid is een project waar we een wedstrijd hebben voor gewonnen, ondertussen toch al een half jaar terug. Het gaat over een fantastisch grote wijk eigenlijk, uitbreiding van echt bijna een stadsdeel van de stad. Oorspronkelijk was het een plan van Sikki, daar komen heel wat woningen. Die woningen hebben natuurlijk ook een verwarming nodig. En voor mij is dat het een ecologische wijk is, dat het een zeer duurzame wijk is. Het past helemaal binnen een idee van een standaard. Is de bedoeling dat er ook gemeenschappelijk zou worden verwarmd. En daarvoor komt er dus dit grote gebouw. Het wordt tegelijk ook ingeplant in het landschapspark, dat dan wordt aangelegd door Bas Smets. We hebben een positie gekozen langs de baan. Dat is dan eigenlijk de toegangsweg naar het centrum van de stad, naar de Leien ook, die onder het Justitiepaleis passeert. Dus bij het binnenrijden van de stad zou je het nieuwe gebouw zien, omdat het zich integreert in de talud tussen die snelweg en het landschapspark. Dus die talud heeft Bas Smets gecreëerd om daar eigenlijk ook een verschil in atmosferen te krijgen en een scheiding natuurlijk te krijgen en rust te kunnen, voor rust te kunnen zorgen in het landschapspark zelf. Tegelijk is die talud ook een interessant gegeven naar hoogteverschillen die je daardoor creëert. En we hebben ervoor gekozen om het gebouw daar eigenlijk letterlijk in te gaan bouwen. Op die manier heeft het gebouw een beetje een Janus-eigenschap, in die zin dat het twee kanten heeft. Aan de ene kant zal het zich ook groter presenteren, aan de kant van de snelweg zal eigenlijk het geheel zien als echt industrieel gebouw, terwijl dat het aan de andere zijde, dat je daar enkel maar een soort schouwelement, torenelement zou zien. En dat torenelement dan is ook opgevat als een soort van hyper artificieel landschappelijk element waar we de link hebben gelegd met een aantal voorbeelden die ook wel bestaan uit landschapsschilderkunst of een schilder als Pattenier die in de 16e, 17e eeuw heel merkwaardige landschappen heeft getekend met rotsen en dergelijke. Op die manier vinden we dat het gebouw, hoe hoog het ook is, want het is een vijftal meter hoog, toch erin slaagt om een zekere connectie te maken met dat landschap en op die manier dus echt als een landschapselement te worden overgenomen of opgenomen erin, als een soort van rotsformatie zou je kunnen zeggen, ook al is het bijna 50 meter hoog.